Mediahuizen in het Caribisch gebied moeten weten wat de mogelijkheden zijn die Artificial Intelligence, AI, met zich meebrengt voor mediawerkers. Dit is het doel van de Caribbean Media Summit 2024, die gehouden wordt op Jamaica. Kiran Maharaj, president van het Media Instituut West-Indies, haalde bij de opening afgelopen woensdag aan dat AI veel mogelijkheden biedt. Echter moet er goed nagegaan worden hoe mediawerkers die kunnen gebruiken en waar zij ethische lijnen moeten trekken. Maharaj onderstreept dat het belangrijk is om AI te implementeren in de mediawereld. Anders zal de sector achterblijven in ontwikkeling. The point is that there seems to be no limit to what can be created based on human imagination. We have no blueprint for how this will all turn out, but there will be great opportunities for all, and the business models in media are continuously evolving. We must adapt and must innovate to survive. Our businesses will not look the same in a year. In fact, every month it looks different. The Caribbean Media Summit will hopefully put us all on the same page so we can change the way we view the world with AI in it, and we better understand what we need to do as media to be better prepared to continue doing what we do best, ensuring we inform the public and ensuring their right to know. Artificial intelligence cannot feel. Emotion and the human spirit are elements that cannot be easily replicated. As journalists, we need to continue to tell the stories and dig for the truth, be the voices of those who have no voice, and cover the hidden perspectives to advocate for what is right and tell stories of our situation like only we can. Harvey Panka, president van de Vereniging van Caribische Medewerkers, ACM, herinnerde eraan dat het medialandschap snel verandert. Panka ziet AI met haar snelle potentieel en transformatief vermogen als zowel een baken van hoop als een uitdaging voor onze industrie. De integratie van AI in het werkritme van de media biedt verschillende mogelijkheden voor efficiëntie en betrokkenheid van het publiek. These opportunities come responsibilities. We must enter cautiously, ensuring that as we harness the power of AI, we remain steadfast in our commitment to journalistic ethics and integrity. The proliferation of misinformation and fake news underscores the urgency of our task. AI can be a powerful ally in combating these threats, but it requires vigilant oversight and ethical guidelines to ensure it serves the truth rather than obfuscates it. Furthermore, as we embrace AI, we must also confront the challenges it presents. Issues such as algorithmic bias, data privacy, and job displacement demand our attention and proactive measures. Panka benadrukt dat we zowel de menselijke dimensie van journalistiek als de gevolgen van AI voor onze beroepsbevolking en de samenleving als geheel niet over het hoofd mogen zien.